Er zijn op dit moment heel veel echt draadloze smart oordopjes op de markt, maar deze zijn pas echt smart. Dit zijn de New Hera IQ Buds. En wat je al een beetje ziet in het logo Hera, New Hera, is dat ja, het gaat bij deze jongens echt om het gehoor. En dan bedoel ik niet dat de geluidskwaliteit tijdens het luisteren naar muziek zo goed mogelijk moet zijn. Nee, wat ik bedoel is dat deze oordopjes die zijn voorzien van microfoons, richtmicrofoons. En daarmee kun je zelf kiezen hoeveel omgevingsgeluid je toelaat in door de muziek heen. Maar kun je ook dat omgevingsgeluid gaan richten. Dus ik liep bijvoorbeeld op de IFA. Daar had ik deze oordopjes al in. Een wat vroegere versie ervan. En daar kon ik het geluid zo richten dat ik aan de overkant van het gangpad. Want je hebt dan een steentje hier, een steentje daar en een gangpadje ertussen. Ik stond hier en ik kon horen wat daar werd gezegd. En dat is best bijzonder. En dat maakt de New Hera IQ Buds voor mij een heel gaaf product om nu eindelijk te mogen reviewen. Nou, de doos ziet er heel netjes uit, dat zie je meteen. Hear what you want to hear. Dus ze spelen echt in op die functionaliteit. En dat is echt wat nu Hera anders maakt dan een Jabra, dan een PK Perry, Rolf Stone en al die andere oordopjes die we de afgelopen tijd getest hebben. Nou, we gaan het doosje openmaken. Het is van slappe karton dat zich niet heel makkelijk mee laat vouwen. Oeps. Zo, daar is hij. Nou, meteen komen de oordopjes al naar buiten. En je ziet hier de bekende contactjes zitten die we meer van dit soort oordopjes terugzien. En dat komt doordat ook deze worden geleverd met een doosje om ze in te bewaren, die tegelijkertijd de oordopjes oplaadt. Dus je doet ze er plop in, je klapt hem dicht en hij begint op te laden. Maar ik gok erop dat hij leeg is. Ja. Dus het doosje mag eerst eens even aan de lader. En het gaat gewoon via micro-USB, dus dat ja, gaat vanzelf zo. Want micro-USB-ladertjes, die heb je tegenwoordig al heel snel heel veel in huis. Natuurlijk zit er een kabeltje bij. En hier hebben we dan nog de nodige documentatie. En ja, dit is leuk. Ha. Oh, heel leuk detail trouwens. Wij hier hebben verschillende maten eargels. Rond en ovaal. Ovaal medium zit er al op. Die ontbreken. Large en extra large zijn aanwezig. Veel fabrikanten zouden dit dus niet doen. Meestal wordt het gewoon in een zakje gesodemieterd. Maar ja, nu hier laat zien dat ze echt gewoon zich richten op die draagkwaliteit. En dus laten zien wat jij er nu op hebt zitten. Ja, ik vind het heel erg leuk en heel erg slim. Goed, medium en dan nog een small. En ja, de standaard ronde die beginnen bij extra small, small. M voor medium en L voor large. Dus op het moment dat je ja, bij de ronde eigenlijk met large klaar bent, dan kun je nog naar een ovale extra large. Ik vind dit heel erg goed. Ik vind het echt super goed bedacht van ze. Voor de rest in het doosje helemaal niets. Maar dat maakt niet uit. Meer verwachten we niet, want een USB-ladertje die hebben we zelf wel. Wij gaan nu Hera IQ Buds opladen. Als je nou meer wil weten over de audio-kwaliteit van deze jongens en over die hele bijzondere richtmicrofoonfuncties, check even de link onderaan de video. Die link die brengt je direct naar gadgetgear.nl en daar lees je alles over deze New Hera IQ Buds.